We zijn een jeugdrechter, hè? We zijn geen rechter die veroordeelt. Ik ben 37 jaar. Ik ben getrouwd, vader van twee kinderen. Ik ben vandaag te werk gesteld als rechter in Brussel, specifiek als jeugdrechter. Ik ben jurist van opleiding. Ik ben dan 3 jaar advocaat geweest. Ik ben dan 4 jaar jurist geweest bij lokale besturen. Als magistraat zijn er verschillende toegangswegen tot de magistratuur. Ik heb een van die examens afgelegd, het examen beroepsbekwamen. En dat gaf mij toegangsticket tot de magistratuur in het algemeen. Een benoeming bij het parket toen van Brussel. En het is door te werken op het parket in die jeugdzaken dat ik dan in contact ben gekomen met mijn huidige collega's, de jeugdrechters. Dus heb ik gezegd van, dit is het moment dat ik ben ondertussen te werk gesteld als jeugdrechter in Brussel. De twee grote aspecten van mijn job werken met minderjarigen die feiten plegen of minderjarigen die zich in een verontrustende situatie bevinden. Ons grootste doel is eigenlijk om de jongeren terug op een normale manier in de maatschappij te krijgen. Ik denk dat we een rechter zijn die maar één ding voor ogen hebben, dat is het belang van die minderjarigen. We zijn een jeugdrechter, hè? We zijn geen rechter eigenlijk die veroordeelt. Je moet sociale voeling hebben, je moet verder kijken dan je eigen leefwereld. Een goede eigenschap van een jeugdrechter is duidelijke, eenvoudige, begrijpbare taal spreken en vooral luisteren naar de mensen. Ik leer nog het meest van die minderjarigen dat ik voor mij zie. Ik weet wanneer dat mijn dag begint en hoe dat mijn dag begint, maar ik weet niet hoe dat hem verder gaat verlopen of wanneer dat hem gaat eindigen. Ik heb het meeste voldoening als je ziet dat je tussenkomst ook vruchten afwerkt, als je een positieve evolutie ziet in een dossier. Een van de grootste voordelen aan de magistratuur is uw jobzekerheid en uw loonzekerheid. Wij hebben daarbuiten ook nog wat extra legale voordelen. Hè. Uw loopbaan binnen justitie is niet zo rigide, is niet zo vast, is niet zo star als dat iedereen denkt. Je komt met zoveel mensen, collega's in contact van binnen uw rechtbank, van buiten uw rechtbank, met de stakeholders van het parket, met de politie. Allee, alles is mogelijk, je zit niet vast. Je bepaalt grotendeels zelf uw traject. Alles voor de rechtbank.